Ik ben boer Julio Somedio van Ferro's Garden. In mijn jonge jaren had ik mijn vader altijd geholpen in de tuin. Vandaar dat ik echt voor de tuin heb gekozen. En in mijn dagelijks leven geef ik les aan het lagere beroepsonderwijs. En dit is eigenlijk wat ik in de middaguren doe samen met mijn vrouw en mijn kleinzoontje. 2 jaar al wil ik echt mijn klanten voorzien van veilig, verse en betaalbare groenten. Ik doe een beetje aan mixcropping, van alles een beetje en ook vruchtwisseling. Landbouw doet me denken aan mijn jongere jaren. Niemand had belief in landbouw, zelfs de overheid. Toen ik op Natin aankwam, moest ik een richting kiezen. Uiteindelijk heb ik de agro gekozen, agrarische sector. En daardoor hadden we nog last van de medestudenten, want we waren met onze 3. Maar ik had de hoop niet opgegeven en ik heb tot nu toe helemaal geen spijt dat ik landbouw heb gekozen. In feite wil ik de meeste mensen bewust maken. Ja? Ik woon in een omgeving waar ze alleen maar kousenband teelt, leerdorp. En ik wil ze echt bewust maken hoe ze eigenlijk dan landbouw op een mooie manier kan telen, dus duurzaam. En los daarvan wil ik ook de consumenten ook kunnen attenderen dat ze veilig voedsel moeten eten. Hier heb ik een speciale tomaatsoort. Voor mij is het heel erg bijzonder, omdat ik de eerste ben die het mag planten. In feite is het een soort experiment. Het zijn van Enzazade, variëteit Elfida. Het is ook bijzonder, omdat in de regentijd het moeilijk is om tomaten te planten. Vandaar dat ik heb gekozen om tomatenemmers te planten. De reden daarvoor is 1. Om eigenlijk waterlast te voorkomen, wateroverlast te voorkomen. 2. Uitspoeling van meststoffen. En 3. Eigenlijk onderhoudvrij dan. Ik hoef niet te spuiten, herbiciden niet te gebruiken. Ik kan alleen maar maaien. Momenteel heb ik mais geplant en een beetje komkommer. Ja, dat is meer de situatie wat zich speelt. Ik speel eigenlijk in op de situatie. Zowel de vraag en het factor klimaat. Als het regentijd, dan doe ik een paar dingen in emmer, dus tomaat in emmer, waar tomaat niet eigenlijk mogelijk zou zijn op de volle grond, open lucht. Dan doe ik dat in emmer bijvoorbeeld. En mais is meer de vervangen van koolachtige soorten. Dus ik had al die koolachtige plant en nu heb ik tomaat. Ik doe ook een beetje pinda, cassave en ik plant ook gras voor mijn vee. Ik had altijd een woordenwisseling met mijn ouders, omdat zij gewend waren, ja, de planten van ons 1 systeem, gebruiken van chemicaliën, zowel pesticiden, kunstmest. Maar jaar in jaar uit ook dezelfde soort gewas, alleen kousenband. En in productie waren we in principe gaan dalen, dus we zijn achtergegaan in onze productie, ja, waarbij onze omzet ook minder wordt. Dus vandaar dat ik eigenlijk heb gekozen voor mixcropping en eigenlijk gewasrotatie of vruchtwisseling. En ik heb meer belief in die organic, dus organische, organisch telen dan in principe chemicaliën gebruiken, die pesticiden. En dat kan ik praten uit ervaring. Ja? En nu, hoe ik al 2 jaar anders ben gaan telen, ja, heb ik het resultaat gezien. Ja. Dat ik genomineerd ben, eigenlijk niet verwacht. Want ik zou het nog afzeggen vanwege te veel neerslag. Maar dat ik in de prijzen ben gevallen of genomineerd ben, nou, niet echt verwacht. Als ik heb gewonnen met het geld, zou ik mijn aandacht besteden aan het beschermen eigenlijk van mijn plantareaal. Want nu in de regentijd hebben we last. De meeste plaatsen hier, landbouwgebieden, worden onder water. En ik wil het echt beschermen, zo een ringdam bijvoorbeeld. En eigenlijk het overvloedwater en water uitpompen. Dus eigenlijk meer in die richting. En een plantenkas zou ook goed zijn. Over 5 of 10 jaar zie ik Ferro's Garden
op een positie waarbij wij heel veel werkgelegenheid mag creëren aan de gemeenschap voor zowel mannen en vrouwen. Twee, onze markt vergroten, als het kan een marktleider. Ja, en ik heb gezien dat eigenlijk al een paar mensen bewust zijn geworden van het gebruiken van veilig voedsel. En die wil ik eigenlijk een hoger brengen. Fedos Garden staat voor veilig, vers en betaalbare groenten.